De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Wat is er gebeurd? Ik dacht dat je met Annette naar de film zou gaan. Ja, nou ja, Annette was niet zo in stemming, dus kan ik nu eindelijk eens een keertje alleen naar die horrorfilm gaan waar ik niemand voor meekrijg. Even op laat hij begint. Hey, het ziet er naar uit dat het vanavond heel rustig wordt. Gelukkig. Goedenavond, dames. Hey, hallo. Simon. Is een van de gasten ziek? Niet dat ik weet. Ik kom gewoon voor mijn plezier. Oh. Zeg, heb jij zin om vanavond naar mijn eten te gaan? Hé, hey, wat aardig van je. Ik zou graag willen hoor, maar ik moet helaas werken tot 8:00. Dat is geen punt, gaan we daarna toch? Hm? Ik ga maar eens. Tot ziens, hè? Ja, ja, tot ziens. Hm? Het klinkt heel aantrekkelijk hoor, maar ik heb nog een probleem. Ik heb geen oppas. Een dummy zit op dit moment in het kantoor hiernaast om huiswerk te maken. Nou, dat is toch ook geen probleem. Neem ik jullie alle twee mee uit eten. En ik zal je beloven het niet te laten maken. En ik breng jullie naar huis. Hm? Ja, het lijkt me heel leuk, hoor. Zal ik even een voorstellen? Nou, niet, hè? Deze kant op. Dami, ik wil aan iemand voorstellen. Dit is dokter Simon Dekker. Hoi. Hallo. Ik ben niet ziek, hoor. Eerlijk niet. Je hoeft niet te schrikken. Ik ga je niet onderzoeken. Je bent gewoon een vriend van Annie. Oh. We hebben net griep gehad vandaag. Mm. Nou, zullen we dan maar zo snel mogelijk vergeten dat ik een dokter ben? Ik heet Simon. Oké. Ik heet Dummy. Daar kan ik ook niks aan doen. Hé, hey, wat ben je eigenlijk aan het doen? Algebra. Oh, laten we het daar dan maar niet over hebben. Dat was zo'n beetje mijn slechtste vak op school. Mijn ook. Ik moet terug naar de receptie. Ja. Hé, hey, vertel eens. Vind je het een beetje leuk op school? Ja, los van algebra dan, hè? Het gaat wel. Hoe is het om dokter te zijn? Het is net zoals alle andere beroepen. Soms leuk, soms vervelend. Hoezo, wil jij soms dokter worden? Nee, ik word boswachter. Ik hou van vogels. Oh, dus jij houdt van de natuur? Ja, ik doe een berg beklimmen. Jee man, dat is hartstikke gevaarlijk. Het is niet gevaarlijk. Als je weet wat je doet. Ja? Nou, weet je wat? Als jij nou een dokter nodig hebt om de Mount Everest mee te beklimmen, dan laat je het me weten en dan probeer ik er een voor je te vinden. Hé, hey. Dacht dat ik je hier zou kunnen vinden. Even iets drinken, mag dat niet? Ik ben zo weg. Zal ik je eens iets leuks vertellen? Graag. Ja? Over die lange harmsen. Volgens mij is die stapel verliefd op Helmingen. Nou, nee, echt. Je had hem moeten zien, man, hoe die om daar heen liep te draaien. Nee, echt. Wat vindt Helen daarvan? Nou, die denkt dat ik me inbeeld. Maar ze weet niet hoe ze van hem af moet komen. Ja, ik geloof er ook niks van. Nou, neem nou maar van mij aan, die is stapelverliefd. Dat is wel lullig voor Helen, maar ja. Maar als die Harmsen dan nou wat schappelijker door wordt dan Van den Broek, dan kunnen wij er maar eens voordeel mee doen. Hé, hey, Peter, hoe is het? Hé, hey, doe mij maar een biertje, mevrouw. Komt eraan. Het leuk om hier te werken. Ja, ik heb het echt prima naar me zien. Ja? Ja. Mooi. Het schijnt allemaal goed te gaan, hè, nu met ons allemaal. Ja. Hoera. Linda en Rien waren hier vanmiddag nog. Ze verdienen goud met die schingel, schijnt het. En Linda's tante was hier nog. Sjaan, ze gaat trouwen met Menno Develing. Ik ga er vandoor. Afspraak met een vriend. Zei ik iets verkeerds? Hij heeft een afspraak met een vriend.
Had toch wel een fooi kunnen achterlaten? Nou, oom Jef, geef het maar toe. Het is een duidelijke griep. Dat is een verkoudheid. Eén keertje goed hardlopen en ik zweet het helemaal uit. Nou, zou ik maar open doen, hoor. Beetje verkoudheid. Hoi. Hoi, John, kom binnen, jongen. Wow, wat heb jij gedaan? Ja, ik ben met een fles champagne van de trap gelazerd. Ernstig? Nee, het valt van mij. Kom verder, joh. Ik hoorde dat mam ziek is. Ik kwam even langs om te kijken hoe het met haar gaat. Ja, die heeft weer een migraineaanval. Niet verwonderlijk, hè? Gezien de manier waarop jij je weet te gedragen. Makkelijk, hoor. Geef mij maar weer de schuld. U bent degene die steeds begint te schreeuwen zodra ik mijn gezicht laat zien. Nadat ik zonder succes op verschillende andere manieren geprobeerd heb om contact met je te krijgen, ja? Rustig, kom op. John, je moeder is aan het slapen. Het lijkt me beter dat je haar niet wakker maakt. Maar ga even zitten, pak even iets te drinken. Nee, ik kom later op. Nee, wacht maar even. Ik denk dat je moeder het leuk zou vinden als je blijft wachten. Ga even zitten, kom op, John. Ja, waarom niet? Ik heb toch niks anders te doen. Verbaas me niks. Dit klinkt niet gezond, pap. Dat is alleen een verkoudheid. Zijn jullie al een beetje gewend hier? Heel aardig. Het spijt me dat ik voor zoveel verwarring heb gezorgd. Ik had niet moeten inbreken. Nee, dat kun je wel zeggen. Ja, ik dacht alleen... Ik dacht dat het jullie huis was. Ik bedoel... Nou, je weet wat ik bedoel. Ja. En het spijt me ook dat ik die stage opgegeven heb zonder met je te praten. Ik weet dat je heel veel moeite hebt gedaan om het voor me te krijgen. Ja. Nou ja, misschien was het niet helemaal alleen jouw schuld. Ik bedoel, ik heb je nooit willen dwingen tot iets waarbij je niet gelukkig zou voelen. Maar ja, ik heb wel altijd het beste voor je gewild. Ja, maar dat weet ik ook wel. Nou, misschien had ik dat met je moeten overleggen. Hey! Mamsie, wauw! Hoe voel je? Ja, goed. Beter. Zo. Wat gebeurt hier, zeg? Wij gaan het praten. Oh, dat mag dan wel in de krant. Als jullie het nou nog 10 minuten volhouden zonder ruzie, kan ik er dan van uitgaan dat John mee eet? Goed.